Hallo allemaal, leuk dat je aan weer kijken. Wij hadden beloofd de vaart van het oosten in beeld te brengen. Nou ja, hier zijn we dan. Mijn naam is Victor, achter de camera zet Gerard. Bij de firma Heijting zijn we nu. Die heeft land in laten meten door die zaakkaas. Daarna bemesten wij rode gebied, dan iets meer, blauwe gebied is meer wat. En hoef je verder niks aan te doen qua snelheid of dat ja, nou ja, de snelheid moet de pomp op vondeling in de gaten houden waar het maximum is. Moet iets inhouden of iets harder weer. En voor het eerste jaar dat jullie met de taakkaart hebben? Ja, dus ook voor het eerst dat het eigenlijk op de vervaarde is aangepast. Het ligt aan hoeveel kuub dat erop moet natuurlijk, maar gisteren zag ik er wel 160 kuub per uur. Ja, je moet uitgaan, je moet rijden, aanrijden en alles moet je rekenen over de weg natuurlijk. Ja. Dan zit je op 60 kuub per uur. Oké. Maar er is rijden alles bij, hè? Van de loods weet ik veel waar rayon bij zitten, zeg maar. Ja. Dat lijkt me op het moment dat je de vervaart start dan dat je hem uitzet. Ja. Ja. Ik zit nu op de gemiddelde capaciteit van 72 kuub. Maar er ligt er aan iemand tussen de 45 en 55 kuub. Je hebt ook een moet ook 15 kuub moeten erop. Oké, okay, dan moet je nog eens met 47 kuub ja. Werktaren. Ja. Die iemand 47 geeft je 70 keer het aan, zeg maar. Daar krijg je een beetje een rood-blauwe gebied mee, daar moet je dan meer op. Dat zal je zien. Ja. Toeren zo van de pomp, snijderdruk. Als je snijder vastkomt, dan slaat hij in de rode. Die mag je maar eens terug met de toestellen. Koeling, diesel en blue, snijderdruk. De brandstof per hectare, de asdruk. Het zink vol is, wanneer het zink leeg is, bandendruk, beweging, alles. Ook een hartstikke leuk filmpje. Geef even een dikke duim en een reactie hieronder. Vergeet vooral niet te abonneren op ons YouTube kanaal arentrader.tv, want iedere vrijdag om 3 uur wordt daar een nieuwe video op geplaatst. Ik zou zeggen, tot volgende week. Zit je ook niet al heel de dag te wachten op gehaktballen? Heel de dag wachten op gehaktballen? Nou, niet heel de dag, maar al even te wachten op gehaktballen. Hoe zou dat dan? Je staat erop, wie de bak doet overlopen kan gelijk heen om gehaktballen te kopen.